dingen. Evolve mutations. Ga ik morgen filmen dan? Ja. Ik ga wel wachten. Ah ja, dat zijn die vlekken die je bedoelde. Ja, dat zijn inderdaad sporen. Ah ja, sporen. Ja. Maar zijn dat niet al stukjes van... Wat zijn dat, muren of zo? Muren zie je. Dat is hier. Dus dat is dan eerder zo verkleuringen van... ik weet nu niet, ik wil zo mijn collega vragen of dat maar al iets meer weet. Maar dat moet je niet uitgraven, bijvoorbeeld. Jawel, dat wordt, maar nu, dus dit is een vooronderzoek, dus dat wil zeggen, heel deze zone en ook nog verder, ik weet niet juist, want er waren 4 putten, dus ik denk dat er misschien verder door ook nog zullen liggen. Dus dit is een vooronderzoek om dus te weten van wat er eigenlijk zit en waaraan dat ze zich gaan moeten verwachten nadien. Dus, en de bedoeling is dat het helemaal ook Ja, dat is ook zo. Nee, dat is echt diep eigenlijk. Ja, dat is diep, ja. Het is echt een moment al diep, dat het zo diep is. Hoe lang zijn ze al bezig? Hier zijn ze nog maar maandag gestart. Echt? Echt? Ja, dan wordt wel mijn kraan gegraven. Ja, okay. Dat is niet, dat is waar. Niet met de hand. En zou hier iets moeten liggen? Of? Hier was de... er is hier zo'n een huizenblok, zou ik maar zeggen. Heel spectaculair waren de verwachtingen hier nu wel niet, maar ja, wel zo naar het 16e eeuwse verhaal toe. Dus, hallo. Hey. Hallo. Kunnen wij op een manier naar voren? Ja. Zeg ze allemaal in, zeg. Ja. Nee, nu wel. Hallo. Nice. Oh, een chimney. Oh, waar? Daar? Dat is wel hier aan staan. Hallo. Hey. Hier van die vlekken dat je gezien hebt, op de bodem zo, daar zit een waterput. Ah. Dus dan zie je een grote vlek, dat is waar ze ooit een put hebben gegraven, om dan een waterput, een baksteen, een ronde waterput op te metsen. En dan voelen ze die kuil terug en dat achter en achter. Ja. In het vlak, hè, wat je dan ziet. Dus, heb je wat in? Nee, ze hebben toen die nachtlicht gegeven. Ik heb in die klas een les over archeologie. Ze zijn sowieso met een archeologie tegen bezig, maar zeg maar. Want als terrein... Misschien moeten we een beetje naar hier. Ja, zo. Oh. Oei. Tot in beeld. De bedoeling is dat we hier deze week eens kijken, met behulp van een viertal proefputten, om te zien of er archeologische sporen zitten, hoeveel, wat de datering daarvan is en wat de bewaringstoestand ervan is. Dus hier zien we bijvoorbeeld, zie je zo een baksteen, een muur en een schuin stuk erboven. Dus dat is een aanzet van een gewelf in de kelder. Dus hier zat een kelder. En op basis van die bouwmaterialen, van die baksteen en dat soort mappen, nou, denk ik dat dat 16e eeuw stond. We weten uit archiefbronnen dat hier in de 16e eeuw eigenlijk al eerder sprake over de bouw was. Dus dat is op zich wel logisch. Nu, in deze zit vrij ver van de straat, dus ofwel is dat van een achterhuis, ofwel is dat ik denk dat het van een achterhuis moet zijn, maar het is toch een heel stuk vanaf de straat, dus vanaf de rooilijn. Dan moet daar ook allemaal weg gaan met die sportbal die gaat komen. Ja, dat is allemaal weg, ja. Ja, heel dit stuk hier, dat zou een ondergrondse of half een grote sportbal worden. En daarom dat ook in principe graven we alleen op, maar nee, anders gaan we zo doen. In principe graven we alleen op waar dat er gebouwd zal worden. En waar dat alles is toch vernieuwd zal worden. En dus nu deze week is dat gewoon in kaart brengen van ja, wat is een bodemopbouw, hoeveel sporen zit er, wat is de datering van die sporen, kunnen we al iets herkennen van structuren of bouwfouten ofzo.
En dan wordt er ofwel nog verder opgegraven binnenkort, dus binnen een aantal weken, ofwel niet. Als ik denk, op basis van we nu in die vier putten al zien, dan denk ik dat het een beetje mooi wordt. Waar zijn de andere twee? Hiernaast. Dan kunnen we nu eens naartoe als we willen. En dat wordt sowieso vernietigd dan ook. Eerste zakje, stop! Ja, dus overal in de stad eigenlijk. Quasi 99% van waar het gebouwd wordt, als we daar iets vinden, dan de muren en zo, dat wordt wel afgebroken op een nieuw. Tenzij dat je echt vooraf weet van ja, hier zit iets, wat zal ik zeggen, een middeleeuwse toren of zo, en daar wordt dan moeite gedaan of een baston. Ja, dat is wat ik net heb verteld van dat baston verhaal waarschijnlijk. Ja, dat ook nu naar lijf als het weer aanmerkt, dat het voorhand wordt alleen geprobeerd. Dus, maar je kunt moeilijk elke keldermuur, ook al is er met gezegd van wil, je kan moeilijk gaan bewaren. Ja, het zal iets te ver leiden, denk ik. Ze zou een kelder niet helemaal een voorgesteld hebben. Als hij dan nog leeg hebt, staan er dan nog dingen in, dat kun je soms nog zien. Ja, meestal is die leeg. Dan ook die functie van de kelder. Ja, dan wordt er mensen nu en ik gebruik van alles wat in steeds. Ja, wat vind je dat soort dingen? Ja, heel weinig. Ik kan het niet direct. Meestal vind ik dat toch al leeg gemaakt voordat ik het niet voor de hand. Dat is echt zo uitgesneden, precies zo. Heb je dat vorm pas zo diep in? Nee, ik dacht dat minder diep was. Ja, echt diep. Wij graven in principe tot op de, wat we noemen, de natuurlijke bodem. Dus dat is die gele zandgrond te zien. Dat is in feite een soort van dekzanden die bij de laatste ijstijd zijn afgezet. En in principe daaronder moet je niks meer menselijk verwachten, want er zal nog een heel oud prehistorisch materiaal, dat zit net op de overgang van de gele natuurlijke bodem. Wat hier wel opvalt is dat je een heel dik pakket van dat bruin zand hebt. Dat is een soort keelaarde dat je in je tuin zou tegenkomen als je er naar goed gaat. Het valt me wel op dat dat hier heel dik is. Dus op dat is terrein heel lang. Als buitenstedelijk gebied. Afval of zo gebruikt geweest. Ofwel is er hier een gigantisch pakket aangevoerd om heel de buurt op te horen of zo, dat kan ook wel. En dat kun je dan zien aan die grond, dat er zo'n ding zitten of zo. Ja, daar zit wat van alles in. Wat baksteenstukjes, daar zitten wat scherfjes in. Wat wijst op? Nee, wat wijst op dat de grond gemengd is geweest. Ja. Het zij ter plekke zelf, het zij op een andere plaats vermengd en hier gestort. En die verkleuring, dat vierkant hier, dat grijzer is, heeft, betekent dat iets? Ja, dat is ongeveer hetzelfde als in je eerste put daar. Dus daar is ook iets onder, of niet? Nee, daar heeft iets opgestaan. Dan hebben ze gewoon breder uitgegraven om die te kunnen metsen en dan later diep graven. Dus ze moeten dan heel diep graven om van de waterpoep. Deze is wel heel ruim. Ja, is wel heel groot, ja. Want dikwijls zien we dat die waterputten dat die van binnenuit worden gemaakt. Dus dat je een schacht graaft, zo smal mogelijk, om zo weinig mogelijk werk te hebben. En dat ze daaronder dan beginnen met een houten ton en dan er bovenop baksteen ombouwen. Maar deze aanlegkuil is wel heel groot. En dan voor de rest zien we nog van alle muurresten. Daar in het profiel in deel 1 bijvoorbeeld zie je dat stuk muur. Met links en rechts aanzetten wat we noemen spaarbogen. Dus dat is een funderingstechniek dat meer sterkte geeft met minder bouwmateriaal. Die muur daar, dat verticaal stuk, dan zie je onderaan. Zie je zo grote stenen, natuurstenen blokken. En dat is recuperatiemateriaal van een oude huis dat hier ooit gestaan heeft. Hier of in de vuur.
En als je nu naar die kloostermuur achteraan ziet, dan valt misschien iets op. Als je nu naar de muur kijkt, bovenaan. Die lijnen. Ja, dat is al langs. Dat is ook nog het negatief spoor van 19e-eeuwse huisjes die hier gestaan hebben tot tegen die kloostermuur. Daar zie je rug aan rug. En daar links zie je ook nog een schuin dak helling als negatief spoor. Als je nu die twee bekijkt hier, en je probeert je in te beelden waar de buitenmuur was van die huisjes, ja, dan zie je onderaan, je ligt volledig in het verlengde van je muur. Dus ja, die muur dat we hier zien is waarschijnlijk gewoon de buiten, de fundering van de buitenmuur van die 19e-eeuwse huisjes geweest. Hoe lang mogen jullie hier nog gaan? In principe ja, deze week nog en begin volgende week. Dus ja, proberen dat zo rap mogelijk te doen. En dan de opgraving achteraf, ja, dat zal ook iets van anderhalf maand, misschien twee maanden zijn. Hangt er wat vanaf. Als ze eerst die huizen gaan slopen, dat is nog de bedoeling. Als we dat eerst doen, ja, dan kunnen we niet goed doorwerken. Het is allemaal ook die sport dat ik deel voor kost, hè? Ja, oké. Ja. Ik heb het trots gekocht van het terrein hier. Ik kan niet zoveel proberen. Gaat dat weg? Ja, die muur. Alles hier tussen dan, hè? Ja, ik begin te twijfelen over die sport al. Ik weet dat wij er niet gaan graven. Ik weet niet of dat ze afbreken of niet. Ben je al zo vaak geweest? Mijn kinderen hebben al zo van die IDKids kampen gevolgd. Mijn kinderen hebben al van die IDKids kampen gevolgd in de zomer. En daarmee dat ik daar, ja, hier. Ja. Ja, okay. Dus daar in die sport. Allee, en dat is zo best een grote sporthal, want dat is er één en er nog één achter. Daarmee dat ik gewoon puur het interesse afvroeg wat er daar dan mee ging gebeuren. Ja, dus, zal dat misschien in een volgende fase worden gesloten? Dat kan. Schoolgebouwen terugzetten of zo? Als daar zo'n grote sporthal is, waarom. Hoe gaan ze dan hier een half ondergrondse sporthal? Ja, waarschijnlijk is die school groter geworden of zo. Allee, en hebben ze dat misschien nodig voor, voor dingen? Maar ik dacht ook dat die deels ook van de stad, allee, dat die sporthal ook ging gebruikt worden. De stad zit ermee tussen. Dat dat niet alleen niet meer van die school ging zijn, maar ook van dus ja, gewoon als sporthal. Ja, dat de stad daar wel een return zou van willen. En hier die volgende, die laatste tot. Mooi. Ja, hier moeten we wel oppassen, want het asfalt hier is gescheurd, dus allee, als we hier met hier gaan staan. Ah, oké. Misschien nog hier dan. Dan zie je, als je langs hier komt staan, dan zitten we ook weer volop in de kelders van die vroegere en in oorsprong 16e-eeuwse huizen. Die